met... Goedemorgen, dames en heren. Welkom in de wagen vol verhalen. U mag instappen. Kleverlandse klinkers weer klinken weerbarstig. Een louterend, lavend, luid Liemerslied. Klinkers van klei, door handen vervaardigd, in de Liemerse liewte en ziet hoe op de hoek van de straat, in de kleine kapel, Moeder Maria gedragen geniet. Ringsteken is een aloude traditie die vroeger verbonden was aan het leger. Nou, tegenwoordig maakt het nog steeds deel uit van de schuttersfeesten. We hebben het hier op de wagen al eens gehad over koningsschieten. Valt dit een beetje in diezelfde categorie? Ja, het zit een beetje in dezelfde categorie. Het is naast het schieten, wat we ook met schuttersfeest doen, hebben we ook het ringsteken als een speciale activiteit om daar ook mensen mee te binden. En vanuit historie om daar ook actief mee te zijn. Dus we hebben ook twee koningen. Dus de koning van het ringsteken is voor ons net zo belangrijk als de koning van het schieten. Oké, en hoe oud is dat ringsteken dan? Het ringsteken doen we eigenlijk vanaf 1919. Wij zijn opgericht in 1919. Op dat eerste moment, vanuit de overlevering, wordt ook het ringsteken al uitgevoerd als spel naast het schieten. Ja, is het moeilijk? Ja, ik vind het wel moeilijk. Ik heb het zelf ooit al geprobeerd, maar denk van, laat mij maar gewoon schieten. Dat vind ik leuker dan en ook makkelijker dan ringsteken. Oh, echt? Ja. Dan kom je hier vertellen over ringsteken. Ja. Maar je doet het eigenlijk helemaal niet. Nee, zelf niet. Maar goed, vanuit de vereniging. En ja, het is wel een prachtige traditie. We eigenlijk ook in Didam heeft 7 schutterijen. Ja. En alleen Didam, daar doen de schutterijen ringsteken in alle 7 plekken. Ergens elders in Gelderland zie je het eigenlijk niet. Oké. En dan hoorde ik je net al over koningen. Is het ook iets waar koninginnen uit kunnen komen? Ja. Mogen die ook meedoen, de dames? Ja, sinds 2012. Van oudsher was het altijd wel een mannenwereld, zeg maar, de schutterij. Maar 2012 mogen ook koninginnen meedoen, of vrouwen meedoen aan de wedstrijden. Toen hadden we gelijk het eerste jaar Irma Steenkamp-Diesveld, die daar schutterskoningin werd. Nou ja, leuk natuurlijk om erover te praten, maar volgens mij moeten we vooral even gaan zien hoe het gaat, toch? Ja, dus ik denk dat we zo even de wagen afgaan. Heel goed, prima. Af is van de woorden, maar Martijn hier is van de daden. Want ruiter, koning. En koningin ook, Bianca. Ja. Dat hoort er dan automatisch bij. Ja, daar hoort automatisch bij. Ja. Maar je hebt 2 soorten van het ringsteken. Ja, met de schuttersvis in Lol rijden we ring achter op de tractor. Ja. En vroeger gebeurde het met paard en wagen. Nou, vandaag hebben we allebei aanwezig, zowel paard en wagen als de trekker. Jij bent kampioen geworden op de trekker. Ja. Gaan we die eerst doen? Prima. Durf het aan ook op paard en wagen straks? We gaan het proberen. Ja, go, go, go! Nee, niks geroepen? Van nou, als je zo draagt...